Deze crisis raakt ons allen. En veel meer dan we verwacht hadden een week geleden. Je zit thuis met kinderen, met alle extra taken. Privé en werk lopen plotseling door elkaar heen. Je hebt zorgen om ouderen, om familie, soms ver weg. Het is ook ingewikkeld. Maar gelukkig is er ontzettend veel goed gegaan deze eerste week. We hebben zoveel dingen kunnen doen. Het onderwijs online, ons crisisteam is actief. Er zijn heel veel dingen die een oplossing hebben gevonden. Ja, de uitdagingen zijn groot en we hebben nog in heel veel opzichten geen idee hoe het verder gaat. Maar toch, het gaat goed en we zijn er met elkaar en voor elkaar. De afgelopen week hebben we in crisismanagement doorgebracht. En zoals gezegd, daar is heel veel goed gegaan, maar dat is natuurlijk niet een situatie die je kunt blijven handhaven. We moeten weer terug naar een soort normaliteit. Kijken we hoe we van een crisis naar een nieuw scenario moeten. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van wat er nu gaat gebeuren, ook landelijk. Maar het is duidelijk dat we een vorm moeten vinden om dat van huis uit werken, om de dingen die we nu online doen, om de schaarse bezettingen die we nu nog hebben in de gebouwen, om die ruimte te geven en zoveel mogelijk weer terug te gaan naar een normale manier van werken. Ons fantastische CMT heeft hier een plan voor bedacht en dat zal binnenkort ook met jullie gedeeld worden, zodat jullie zeker van zijn dat we verder kijken dan de dag van vandaag. De komende weken zullen nog veel onzekerheden brengen. We weten niet wat er gaat gebeuren, maar wat ik wel weet is dat we met z'n allen eraan staan. Dat we met z'n allen verder kunnen gaan. Er zijn zoveel mensen die zich de afgelopen weken al heel erg hebben ingezet. En dat zullen blijven doen. De gebouwen zijn open. De laboratoria lopen waar mogelijk. De docenten zijn aanwezig online. Er is een fantastische open dag geweest. De IT heeft mannenmacht ingezet om ons hier door te loodsen. De beveiliging is er. De post wordt bezorgd. De schoonmaaksters en niet te vergeten de receptionistes. Aan jullie allemaal wil ik mijn dank zeggen, mede namens de RVB. We kunnen dit, we zullen creatief en innovatief moeten blijven. Maar ik weet zeker dat wij hier, ondanks alle omstandigheden, een prachtige Wageningen University and Research zullen laten draaien. Dank jullie wel, uit de grond van mijn hart.